guys, welkom bij mijn kanaal. Welkom terug als je hier eerder bent geweest. Mijn naam is Daffy, ik ben van My Spiritual Habits en hier hebben we het over spiritualiteit. Dit is de 19e aflevering van Out of the Comfort Zone en we hebben tot nu toe een Human Design serie gemaakt en bijna alle grenssleutels behandeld. En ik neem aan dat de Spiritual Warriors die elke week de video helemaal afkijken, al best wel een goed beeld hebben van hoe frequenties werken. Tijdens het voorbereiden leer ik ook zoveel nieuws, want ik zei al dat ik de grenssleutels niet volledig gelezen had. En voor deze serie neem ik de tijd dat wel te doen. Zo kwam ik erachter dat er bepaalde gebieden in mijn leven zijn waarbij ik ook de schaduwfrequentie meestal onderdruk. En dan heb ik het over de schaduwfrequenties die niet in mijn hologenische profiel staan. Verder vind ik het heel prettig te weten waar iets precies vandaan komt en hoe het er dan ook uitziet. Dus deze manier van naar de chakras kijken heeft mij ook heel veel inzicht gegeven. Deze video gaan we deel 2 van de hartchakra doen. Vorige video was ik het thema vergeten, thema 13. Dus deze video begin ik daarmee. Het wordt dus een remix tussen hart en egocentrum. Dus er is me ook iets opgevallen, hè? Vanaf dat we hiermee bezig zijn, is het moeilijker om mezelf druk te maken over dingen. Het is ook makkelijker geworden om te mediteren, doordat ik niet te veel nadenk over wat er kan gebeuren of wat er is gebeurd, ben ik veel meer present in het nu. Dit wordt hopelijk de korte video die ik al weken beloof. En daarna hebben we voor de chakras nog 3 waarschijnlijk een beetje lange video's, maar ze zijn wel belangrijk. De keel, hoofd en de kroonchakra. Dus begin jezelf alvast geestelijk voor te bereiden op de aankomende 3 video's. En vergeet niet te abonneren. Oké. Als ik het kort wil houden, moet ik ook niet te veel bla bla praten. Dus laat me even beginnen met een kleine samenvatting van de hartchakra. En daarna gaan we gelijk over naar het vergeten thema. De hartchakra zit ter hoogte van de hart en verbindt de onderste 3 chakra's van instinct met de bovenste 3 chakra's van hoger bewustzijn. De hartchakra is verbonden met liefde en wordt geblokkeerd door bedroefdheid. Om deze chakra te helen zou je jezelf af kunnen vragen om wie je treurt. Het vergeten thema van de ego is luisteren. Dit thema heeft het over de mogelijkheid te kunnen luisteren naar je omgeving en je ervaringen. Wanneer deze poort gedefinieerd is in Human Design, trek je automatisch mensen en situaties aan die hun hart bij je willen luchten. Een tip voor mensen met deze magnetische aantrekkingskracht: voel je niet bezwaard en je hoeft niet overal emotioneel betrokken bij te raken. Soms kan je ook gewoon alleen even inbeelden hoe iemand zich voelt. En vaak is dat het enige wat nodig was. De schaduw van dit thema is meningsverschil. Luisteren is binnen spiritualiteit heel anders dan horen. Bij luisteren gaat het om meer dan wat je met je oren hoort. Bij echt luisteren komen je gevoelens kijken. Wanneer je niet goed luistert, ontstaan er meningsverschillen. Meestal ontstaat een meningsverschil doordat we niet kunnen loslaten van het verleden en alvast gaan invullen wat er gaat gebeuren of wat er gezegd gaat worden. Wanneer we deze frequentie onderdrukken, worden we pessimistisch. Omdat we doen alsof we luisteren, waardoor alles wat we doen een beetje nep overkomt. Wanneer we de schaduw uitreageren, dus overbrengen, komen we bekrompen over. Doordat je het altijd met alles en iedereen oneens bent. Het eerste thema van dat hartcentrum uit Human Design is controle. Dit thema heeft het over hoe je omgaat met jouw cirkel van invloed. Het is heel normaal om controle te willen hebben over je leven en de dingen die je aangaat. Waar het fout gaat, is wanneer we diezelfde controle ook willen uitoefenen in het leven van andere mensen of over andere situaties die ons niet direct aangaan. Wanneer je de schaduw van dit thema manifesteert, ben je te zwak om ergens controle over te hebben of wil je controle hebben over alles en iedereen in je omgeving. Wanneer je de schaduw onderdrukt, gedraag je je onderdanig, doordat je je eigen kracht ontkent. En wanneer je de schaduw overbrengt, word je controlerend. Ik neem aan dat jullie wel een beetje weten wat dat inhoudt. Remember, we behandelen de thema's, zodat wanneer je geconfronteerd wordt met een situatie, je het kunt herkennen voor wat het is.
en door wat je meemaakt en wat je waarneemt te bespreken met je tribe, kun je dingen verwerken en ander soort beslissingen nemen in de toekomst. Het volgende thema is accumulatie, wat het heeft over de behoefte materiële spullen te willen verzamelen. Het is heel normaal om materiële spullen te willen verzamelen voor jezelf. Dit thema heeft het over je wilskracht en dan niet de wilskracht van de solar plexus. Het heeft het over je wilskracht iets te bereiken. De schaduw van dit thema is trots en waar je het beste kan kijken voor een heftige manifestatie van deze schaduw is in de zakenwereld. In de zakenwereld is het dog eat dog en de ene concurrent doet er alles aan om de andere concurrent voorbij te gaan en buitenspel te zetten. Je kan de schaduwfrequenties op verschillende niveaus bestuderen, want wanneer je ziet hoe de schaduw zich manifesteert op maatschappelijk niveau, kun je het ook herkennen op globaal en individueel niveau. Wanneer je trots probeert te onderdrukken, word je manipulatief op een sneaky manier. Dit doe je door mensen naar beneden te halen en schuldgevoel en schaamte tegen ze te gebruiken. Wanneer je trots probeert over te brengen, word je opschepperig, omdat je de aandacht op jezelf probeert te zetten, doordat je je eigenlijk ongezien voelt. Volgende thema is verlossing. Dit thema heeft het in zekere zin ook over je wilskracht. Maar om dit thema uit te leggen, verdelen we wilskracht even in twee concepten: energie en forceren. Energie is wanneer iets natuurlijk, organisch gebeurt. Forceren is wanneer je controle probeert uit te oefenen om iets te laten gebeuren. En ik denk dat jullie wel bekend zijn met het traditionele chi-energie-concept. Chi bestaat uit prenatale en postnatale. Prenatale chi is dat wat we mee hebben gekregen van onze ouders. En postnatale chi, dat nemen we tot ons door middel van voedsel en drinken. Het is de bedoeling om je prenatale chi te bewaren en tussentijds ook je postnatale chi te boosten, zodat je lichaam niet aan je prenatale chi-reserves hoeft te komen. Waarom ik dit zo uitleg, is omdat wanneer we het thema verlossing vanuit de schaduwfrequentie manifesteren, we uitgeput raken. En deze uitputting komt ook onder andere door wat we eten en drinken. Ik weet en ervaar dagelijks dat het eten en drinken dat we over straat kunnen halen heerlijk is. Dit thema heeft het ook over het forceren van consumptie waar we niet tegen kunnen, zoals melk. Wanneer je je wilskracht inzet voor iets wat niet voor jou bedoeld is, kan het misschien wel effect hebben. Alleen kunnen de uiteindelijke consequenties ver van je gewenste resultaten zijn. Net als het broodje hamburger van de Mac. Het vult je buik voor nu en het neemt direct de honger weg, maar het heeft geen enkele voedingswaarde. Dus on the long run, wat heb je dan aan je lichaam gegeven? Wanneer je deze frequentie onderdrukt, de frequentie van uitputting, word je berustend. Berustend houdt in dat je overal maar mee akkoord gaat. Je hebt geen duidelijke grenzen voor jezelf. Met eten zou je alles eten, of het je nou buikpijn of uitslag of weet ik veel geeft. Wanneer je de schaduw overbrengt, gedraag je je minachtend en is niets goed genoeg voor jou. Het laatste thema is opwinding. Dit thema heeft het hoe je omgaat met onvoorziene omstandigheden. Wanneer we constant op onze hoede zijn voor de volgende tragedie, manifesteren wij de schaduw, geagiteerd zijn. Van deze schaduw heb ik ook regelmatig last, maar dat komt door onze conditionering. We worden op onze hoede gehouden door nieuws, internet en die mega harde hoorn die elke eerste maandag van de maand om 12 uur afgaat. Wanneer we deze frequentie proberen te onderdrukken, komen we laf over, doordat je je enthousiasme en hoop voor het leven verliest. En wanneer je de schaduw overbrengt, word je vijandelijk, omdat je niet echt een outlet hebt voor je energie en daardoor je boosheid afreageert op alles en iedereen, zonder te weten waarom en wat je ermee bereikt. We zijn bij de geschenken, guys. Het eerste geschenk uit het vergeten thema van de ego is inzicht. Inzicht overkomt je wanneer je steeds meer bewust wordt van je emoties. Wanneer je inziet dat je je emoties hebt en niet bent, ga je ook andere mensen beter begrijpen. Met de tijd zul je merken dat je persoonlijke agenda's steeds minder belangrijk worden en je vanuit een
beter perspectief kunt luisteren naar je omgeving. Het tweede geschenk is autoriteit. Dit geschenk komt voort uit je intentie. Wanneer je altijd vanuit je hart je ware zelf manifesteert, inspireer je loyaliteit en respect. Volgende geschenk is listigheid. I know, het klinkt super negatief, maar hear me out, want het valt heel erg mee. Vanuit de meeste spirituele leer krijg je mee dat de ego een bad guy is. Ik dacht er vroeger ook zo over. Tot ik leerde dat de ego meer een coach en politieagent is. Wanneer de wil van de ego en de wil van de ware zelf synchroon lopen, zien we in dat je zonder oordeel of veroordeel ook trots kunt zijn op wat je verzameld hebt, zonder opschepperig of sneaky te hoeven doen. Het volgende geschenk is oplossingsgerichtheid. De sleutel van dit geschenk is persoonlijke grenzen hebben en aanhouden. Dit houdt in dat je duidelijk moet zijn naar jezelf en naar anderen, maar ook naar de dingen die je consumeert. Wanneer het over jouw grenzen heen gaat, steek er dan geen energie meer in. En het laatste geschenk is initiatief. Initiatief manifesteert wanneer we moedig genoeg zijn om onze creativiteit aan te bieden aan het geheel. Het klinkt zo mooi zweverig, maar ik bedoel wanneer we niet meer bang zijn om onszelf te zijn en onze ware zelf manifesteren, manifesteren we het geschenk initiatief. That's it, guys. Dat was het voor de thema's die verbonden zijn met de hartchakra. Hou deze thema's in je achterhoofd wanneer je gaat nadenken over je eigen gedrag, het gedrag van de samenleving, maar zelfs ook het gedrag van iedereen globaal. Als je wil weten welke thema's van invloed zijn op jouw persoonlijke leven, kijk dan goed wat er gebeurt in de rest van de wereld. Maar probeer wat er in de wereld gebeurt niet te persoonlijk te maken. Kijk goed om je heen en besef, wees bewust of jij op dit moment in die enge situatie zit, wat ze op het nieuws noemen bijvoorbeeld. Als je ziet hè, dat jij niet persoonlijk betrokken bent bij een bepaalde situatie waarvoor ze je wel een beetje bang proberen te maken, besef dat het niet iets is waarbij jij emotioneel betrokken moet raken. Het is dus belangrijk om bewust te zijn van wat er om je heen in de wereld gebeurt, zodat je kan achterhalen op welke manier het invloed kan hebben op jou, zodat je erop kan anticiperen. Maar tot het moment komt dat het direct invloed heeft op jou, is het niet iets waar jij hoofdpijn van moet hebben. Hoe graag je het ook zou willen of niet zou willen. Als het voor jou is, dan komt het. Gezegend zijn zij die wachten. En wachten is niet niets doen en wachten en uitkijken tot wanneer het gebeurt. Wachten is doen waar je passie ligt. Beter worden in je kunst en wanneer er een verzoek gedaan wordt naar jouw energie, dus jouw tijd is gekomen, je werk presenteren. Bedenk, hoe langer je hebt ter voorbereiding, hoe beter je kunst en hoe meer erkenning je krijgt. Daarom is het belangrijk om je te richten op je eigen passie en niet de passie van je vriendin of de passie van je beste vriend of de passie van de rest van de wereld. Je eigen passie. Iets waarvan je zeker weet dat je het gaat kunnen volhouden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaaltje, guys. Ik ben jullie super dankbaar. Ik ben dankbaar voor jullie aanwezigheid en voor jullie energie en voor jullie loyaliteit. Vooral als je nog steeds kijkt. Al was dit gelukkig wel een van de kortere video's. Volg me op TikTok en Instagram. Ik heb nog steeds een giveaway bij 100 abonnees. Abonneer, reageer en like de video als je er wat aan hebt. Volgende week gaan we de keelchakra bespreken. Ik kijk daar ook weer echt naar uit, omdat het te maken heeft met hoe je jezelf overbrengt. Ik zei al dat ik hier ook echt gewoon van leer. Dus ergens maak ik hiermee ook gewoon eigenlijk een videocatalogus van alles wat ik heb geleerd in de tussentijd. En thanks to the internet leer ik nu zo ongelooflijk veel. Dingen die er eigenlijk altijd al waren. Dingen waar systemen op gebaseerd zijn. Oké, guys, that's it. Tot volgende week. Later.